En Mara, wat doe jij in mijn werkkamer? Ik ben aan het kijken. Nee, dat mag niet. Kom, ga slapen. De diameter van de maan bedraagt 5000. De diameter van de maan bedraagt 3475 kilometer. Dat is 1/3 van de diameter van de aarde. Sorry hoor, maar je bent echt gewoon super slecht in maken van presentaties. Waarom moet je überhaupt een presentatie maken voor sterrenkunde? Omdat het een leuk vak is, Max. Het is oprecht het enige vak waar ik iets voor wil doen op school. Ja. Yeah. Zie je het nou met die obsessies van jou, met die ene? Komt dat door je vader? Ja, sowieso. Hij is... Oh. Oh. Max, je raadt nooit wie me meegevraagd heeft naar het buurtfeest komende maand. Vertel op, ik luister. Thomas? Ben je nou de buurjongen? Die jongen met die wijde spijkerbroeken? Ja, ja. Hij is wel echt heel erg aardig en zijn onzekerheid is best cute. Maar hij is geen toekomstjongen. Hij gaat sowieso werken in de verfabriek van zijn vader. En misschien kan je beter iets zoeken in je eigen klasse. Een muzikant of zo. Misschien wil ik helemaal niet iemand uit mijn klasse. Misschien wil ik gewoon een saai normaal iemand. Iemand als Thomas. Mara, je weet dat ik het niet meende. Als jij hem leuk vindt, dan moet je het gewoon proberen. Wie weet wordt het wel. Ja, was je al naar school? Prima. Morgen een presentatie over de maan voor sterrenkunde. Hoe was jouw dag? Oh, prima hoor. Ja, resultaten zijn goed. Fiscaal jaar besproken en doorgenomen. Ja, management is tevreden. Mooi, pap. Heb je er nog over nagedacht of misschien... Mara, hier wordt over gehad. Maar pap, dat is alles wat ik vraag. Mara, ik kan niet zomaar twee weken vrij nemen om met jou op vakantie te gaan. Daar heb je Sophia voor, toch? Sophia? Ik heb geen babysitter meer nodig, pap. Over 3 weken word ik 17. Wat wel zo makkelijk is. Stop je gewoon met mijn baan. Ga ergens drie harten wonen in zo'n 2-kamer-appartement. Toen mama nog was, was alles veel leuker. Ik kan er niet meer aan, man. Dat is sarcastisch en dwingelig. Breek me. Mam? Er is zoveel gebeurd in de tijd dat je weg bent. Pap sluit zich op zijn werk. En negeert het feit dat ik besta. Hij leeft zijn eigen leven en ik het mijne. Ik vind het zo lastig. Geef me alsjeblieft een teken dat je bij me bent. Jawel. Dank je, mam.
Het is echt niks voor jou om school te missen. Wat is er aan de hand? Mijn moeder. Wat is er met je moeder? Ik heb eindelijk contact met haar gehad. Hoe bedoel je? Gisteravond, ik riep om een teken en dan ontstond zo'n mega donderwolk vol met gekke flitsende knallen. Ik weet het zeker. Nou, het is echt verschrikkelijk wat er met je moeder is gebeurd. Maar denk je serieus dat een donderwolk iets te maken kan hebben met je moeder? Ik sorry, mevrouw Van Weyland, dat ik uw gesprek overhoord heb. Oh, je mag gewoon Mara zeggen hoor. Mara. In mijn land betekent een donderwolk iets dat er iets aankomt. Iets speciaals. Het komen van eigenlijk. En het kan dus het regenseizoen zijn, waardoor het eten weer gaat groeien. Maar het kan ook iets kwaads zijn. En aan jouw geweten te horen heb je iets opgeroepen. Maar ik weet niet precies wat. Max! Max! Max, ik heb nieuws over de donder. Wat? Die gekke donderwolk van gisteravond. Het is 1:00 s'nachts. Kan dit een andere keer? Maar het ging over buitenaards leven. Oh, alles valt op zijn plek. Hey Mara, wat doe jij bij werk aan? Ik heb deze vage herinneringen over... Je vaders kantoor die sinds die tijd op slot zit. Ja, dat verhaal ken ik. Dat verhaal inderdaad. Maar ik ben gewoon zo benieuwd wie het geweest is. En nou dat hele voorval met die donderwolk en mijn vader die in de stress is. Het moet iets betekenen, ik weet het zeker. Je vader lijkt me echt een vrij serieuze man die dit echt heel serieus neemt. Ik weet zeker dat er goede handen bij hem zijn. Dit eens? Mara, mag dit zomaar? Ik bedoel, volgens mij is het allemaal best wel geheime informatie. Ze buiten die beestjes echt uit. Kijk dan! Denk je echt dat dit... Je ziet toch dat dit... Ik weet dat het je enorm interesseert, echt waar. Maar mocht dit echt zo zijn, dan zijn we de laatste die hier achter mogen komen. Ik wil echt niet dat jij of ik straks opgepakt wordt. Laten we dit allemaal vergeten en verwijderen. Wacht. Sorry, ik kan het niet toestaan. Eikel!
Oh, jullie bedrijf bestaat 50 jaar. Klopt. Heb jij aankomen en vrijdag iets te doen? Als in over 2 dagen. Zeker. We zijn verplicht om 1 introducee mee te nemen. Ja, plus je oma vindt dat we meer tijd samen moeten doorbrengen. Prima. Ik heb toch niks beters. Ga je zin nog afmaken? Ik zie dat als een goede kans om onze band te versterken. Bedankt voor het meevragen, pap. Nou, jij is in, ik ben er. Wat wil je? Maar het spijt me, ik had niet zo moeten doen. Overweldigde je ook wel een beetje. Zijn we nog bevriend? Tuurlijk, zo makkelijk kom je niet van me af. Kijk. Oh. Event. Wat? Mijn vader had me meegevraagd voor een feest op zijn werk. Omdat we wat meer moeten banden of zo. Maar ik zie het als een perfecte gelegenheid om binnen te komen. Dit is het dossier van die vent die die avond beveiliger is. Ben je nog een keer vaders kantoor weer gegaan? Voordeel van vooruitdenken? Backups. Heb je iets van een plan? Oké, ik zal je alles uitleggen. Nee. Dames en heren, welkom. Ik vind het wel erg prettig dat u met zoveel mensen gekomen bent, hoor. Och, als 16-jarige jongen hebben mijn vader en oom deze tak van NASA opgericht. Ruimteafval en onderhoud van voertuigen was in de jaren 60 nog niet aan de orde. Met trots kan ik u mededelen dat wij ruimschoots aan de opdracht uit het verre Amerika voldaan hebben. Joehoe! Helaas kunnen mijn vader en oom niet meer aanwezig zijn. Postuum vraag ik aan hun vanwege de grote verdiensten toch nog een applaus. Maar goed, laten we een gezellige avond. Hey, Mara, wat doe jij hier? Mijn vader had me weggestuurd van het feest. Ik verveel me enorm. Hoe is het verder? Goed hoor. Met jou? Ja, prima. Mijn vader dacht dat ik misschien iets voor je kon betekenen? Er is niets wat je voor me kan doen, maar beloond wordt aanbod. Je bent hier voor de wezens, of niet? Wezens? Welke... Oh, welk voor de gek. Ja, ik ben hier voor die buitenaardse wezens inderdaad. Mijn vader doet er gewoon zo geheimzinnig over. Ik moet ze echt zien. Maar je weet dat ik dat niet... Mijn moeder, Finn. Ik weet nog steeds niet hoe ze overleden is. En ik vind het echt heel lastig. Ik hoopte door de aliens te zien dat ik misschien antwoorden zou krijgen. Ik voel het gewoon. Nee hoor, de kluizen zijn lucht- en geluidsdicht. Het is allemaal high-end apparatuur. Niks komt naar binnen en ik ga naar buiten. Maar afgelopen week hoorde ik niet... Ja, het recente incident. Was een collega van me. Tenminste, een ex-collega moet ik zeggen. Ik beloof dat ik niks doms zal doen. Neem je telefoon maar op. Met Vin. Wat doen ze jullie aan, lieve beestjes? Mara, de speech is bijna afgelopen. Ik denk dat je terug moet gaan voordat je gaat missen.
bedrijfsongeval. Echt. Ik had dat echt maar niet doen. Uit. Ik had je er niet zo bij moeten betrekken. Kom. Die foto die je mij gisteren stuurde, is dat echt? Dus je bent naar binnen gesneakt en je hebt die foto gemaakt. Ik ben echt verbaasd. En dan ben ik echt niet snel. Wat nu? Dit is een dossier uit mijn vaders kantoor. Ene Peter, die in 94 contact heeft gehad met de aliens. Dit is het incident waar mijn moeder bij betrokken was. Wat wil je van hem? Hij kan echt super kostbare informatie hebben. We moeten hem spreken. Wat nu? Het schijnt een van haar rondtrek in alien fanaat te zijn. Zonder vaste woonplaats. Maar hij heeft wel een telefoonnummer. Mara, als ik het goed heb. Ja. Welkom, Peter. Ik wil met mij wat dingetjes bespreken. Ja, wat feitjes voor me. Ja, de aliens die jij gezien hebt in 94. De aliens? Dat is echt het laatste wat ik had verwacht. Wat wil je precies weten? Is het echt gebeurd? Het is echt gebeurd. Zo zagen ze niet uit in 94. Hoe kom je hier aan? Mijn vader werkt voor het bedrijf. Ik stal zijn pasje en ben naar binnen geglipt. Na deze foto ben ik eruit gezet. Fascinerend. Ik heb nog wat voor je. Dit is alles wat ik heb verzameld over de aliens. Wees er voorzichtig mee en bewaar het goed. Top, dank je. Dankjewel. Hey, ik ben echt heel blij dat je me gelooft en dat je me laat inzien dat ik echt niet de enige ben die dit denkt. En voor de mensen die antwoorden zoeken. Ja, als wat is, bel. Die Peter die was zo blij dat er iemand was die hem begreep. En ik was ook blij dat er eindelijk iemand was die mij begreep. Het was niet dat ik je niet begreep. Ik vind het gewoon een beetje lastig, dit allemaal. Dat is alles. En ja. Max. Max. Mara? Max. Hallo? Hallo? Ik wil dat je nu mee stopt.
staat hier? Pap, ik begrijp niet. Wat staat hier? Geclassificeerd materiaal. Juist. Klootzak. Het is allemaal jouw schuld. Het is jouw schuld dat mama dood is. Het is jouw schuld dat ik zo alleen ben. En dat mijn leven zo kut is. Ik weet waar jullie mee bezig zijn. En wat jullie met die arme beestjes doen. En ik zal er alles aan doen om jullie te vernietigen. Dat beloof ik. Mara! Nee! Mara! En toen gooide hij zomaar uit het niets je iPad kapot. Ik had voorzichtiger moeten zijn, maar... Ik vind het gewoon zo lastig voor die arme beestjes. Ik vind het zo zielig wat ze aandoen. We moeten iets doen. Maar kunnen we dat met z'n tweeën? Ik denk het niet. Of we moeten wel. Heb je iets van een plan? Misschien wel. Uitschoven. Oké. Mijn vader zal om 1:05 klaar zijn met zijn werk. Als wij dan onderweg daarheen zijn, dan lopen we elkaar net mis. Oké, top. En de beveiliging? Oh, Sven. Ja, komt goed. Hij is super makkelijk over te halen. Oké, top. Anders nog iets, want ik word echt te snel over weg. Nee. Oh. Ik kom er zo aan. Die is nog ineens 5 minuten geleden naar huis vertrokken. Hij had zijn plek voor ons in de auto. Zoveel spullen. En komt ons straks ophalen, toch? Ja, precies. En hij vond het gezelliger als wij hier bij jou kwamen staan in plaats van in de kantine. Ik ben voor de zekerheid even... Nee, dat hoeft niet, toch? Mara, ik kan je nog een keer naar binnen laten, hè? Zeker nu iemand erbij is. De vorige keer ging het maar net goed. Ik kan er niet riskeren om... Maar het geeft niet. We komen wel een andere keer terug. Spijt me. Voor? Oh, shit. Mara, doe dat wapen naar beneden. Mara, vind je dit niet een beetje te ver gaan? Stop met praten, Max. Het wapen. Finn, luister. Ik wil dit niet, maar het moet. Doe de deur open, Finn. Doe de deur open! Heb jij sleutels? Ik neem alles terug wat ik zei, maar het is prachtig. Hier.
Neem mijn beelden op. We moeten het naar buiten brengen. De bewegingssensor. Spijt me, Mara. Mara, we moeten gaan. Kom. Nee, ik kan ze toch niet achterlaten? Ik kan ze niet achterlaten zoals mijn vader mijn moeder achterliet. Mara. Ik weet het, pap. Ik weet alles. Niet doen! Storing van zojuist. Wie bent u? Waar ben ik? Bedankt voor het helpen van onze soort, Mara. Wat komt u op aarde doen? Doet u ons pijn? Integendeel. De energiebron op onze planeet begon op te raken. Mijn moeder? Het spijt ons dat jouw moeder slachtoffer geworden is van onze onhandigheden. We kunnen je moeder niet terughalen. We zullen van deze planeet vertrekken, zo snel iedereen van onze soort bevrijd is. Nogmaals bedankt, Mara. Als wij als soort iets voor je kunnen betekenen, laat het ons weten. Afgelopen weekend die heeft geleid tot conflictueuze verklaringen van wetenschappers. Die storm die zorgde voor aardig wat spectaculaire beelden. Maar hoe die plotseling een wereldwijde storm ineens heeft kunnen ontstaan, is voor experts een raadsel. In samenwerking met het KNMI is nu een onderzoek... Ma, je bent wakker. Ja. Hoe lang ben ik oud geweest? Een paar dagen. Je was er slecht aan toe. Zo voelt het ook. Wat is er met die beestjes gebeurd? Cover-up verhaal van de overheid. Ze zeggen wereldwijd een donderstorm. Zijn ze allemaal weg? Alle beestjes zijn weg bij vaders bedrijf. En ook op andere plaatsen op de wereld zijn ze verdwenen. Mm. We did it. We hebben die beestjes van hun ondergang bevrijd. Ik laat je er wel even alleen. Dat je kwijt was. Het spijt me. Is jouw schuld niet? Ik ging veel te vroeg in mijn werk. Ik was bang dat ik zich verloor. Twee belangrijkste mensen in mijn leven. Ik weet wat er met mama gebeurd is. Ik weet het. Nou, want het heb ik vroeg om te helpen. Het spijt me zo verschrikkelijk. Het is niet jouw schuld. Het is ook niet van mama. Het is toen de onhandigheid van onbekende beestjes op aarde. Daar kon je niks aan doen. Mister. Inderdaad, precies dat, ja. Je hebt wel pit, Mara. Ik en de anderen zijn je dankbaar. Dank je, Peter. Wat nu? Geen idee, ik heb mijn levensdoel vervuld. Misschien kun je gaan settelen. Het allemaal achter je laten. Ja, dat is een goed idee. Kom goed, Mara. Fijne dag nog. Jij ook. Dag, Peter.
Hey Mara, hoe voel je je vandaag? Super, veel beter. Ja, fijn zeg. Gelukkig maar. Hoeveel was je ook alweer? 24 weken. Het was een jongetje. Leuk. Ja. Hebben jullie al een naam? Ja, zeker. Lux. Oh, dat is een mooi naam. Mooi, ja. Ze is ook blij. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik ben zo trots op Lux. Het artikel heeft zo goed aangepakt. Ik ook. Ik had nooit verwacht dat hij zo zou aanslaan. Maar even ook onder ons. Die aliens, bestaan die echt? Vervelend ding. Wat is er mis mee? Ja, weet ik niet. Het is ook steeds al raar. Maar het heeft ervoor gezorgd dat Lux een baan kon behouden. Ik denk dat het niks uit zal maken. Dat is zeker waar.